Ik denk dat dan dat interne stemmetje bij je dan wel komt. Van, nou hey gered doe even normaal. Doe eens rustig. Ja. En wat je dan eerder hebt die je gaat remmen, nou, die moet je dan overroelen. Ja. En die zeggen, ja, nu niet. Vandaag ga ik volle bak. Ja, dan zeg ik, ik ben de jonge hond. We doen even een wetenschappelijk <laughs> ja. experiment voor de podcast. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over: wat is de slimste manier om je race in te delen? Hard of behoudend van start gaan? Wel of niet overhouden voor de finish. De Olympische Spelen in Tokio gaven een mooi inkijkje in de race-strategie die verschillende topatleten hanteren. Welke aanpak levert eigenlijk het meeste succes? En waarom? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, hey. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Gerrit. Het is weer vrijdag. Ja. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Slimmer Presteren Podcast. Waar we het vandaag gaan hebben over een onderwerp wat mij na aan het hart gaat. Weet ik, daarom kies ik het. Ja, pacing. Oftewel uh, op, de, op een slimme manier uh, het tempo tijdens de race bepalen. Dan gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag. Nou ja, we gaan ons eigenlijk vooral laten inspireren, nog even terug naar van de zomer naar de Olympische Spelen. Hè? Mm -hmm. Naar de toppers. Daar hebben we wat interessante dingen gezien op de atletiekbaan en op de, de Marathon. Dan gaan we kijken, valt daar nog wat van te leren? Ja. En uh, dan gaan we straks ook even met Guido uh, zoomen. Want ja, hij is natuurlijk, weet we inmiddels sinds uh, eind uh, augustus, is succes hij. Succescoach. Ja. Echt succescoach. Ja. 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 Dus Steven dus hem vragen, wat geeft hij zijn topatleten nou mee op het gebied van pacing? Ja. En. Sommige mensen denken misschien pacing. Daar hebben jullie toch alles over gehad? Klopt hè? Ja, aflevering. Uh, Wat was het? Ja, dan moet ik even spieken. Daar heb ik hier wel staan. Ik denk want... over de die jonge honden. Ja. Uh, nummer 13 was dat al, ja. in het eerste seizoen. Ja. Wij kregen namelijk onlangs een mail van Bart van Aalst. Vinden we leuk, hè? Post slimmerpodcast.nl. Hallo Gerrit en Jurgen, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Nou, dat is altijd een goed begin van een mail. Misschien is het al eens aan de orde geweest. Ja, dus, aflevering 13. Maar een van de beste tips die ik als trainer kan geven aan mijn atleten is het hanteren van de juiste pacingstrategie bij wedstrijden, schrijft hij erbij. Ik weet dat er nodige literatuur over staat, dus misschien is het een aardig onderwerp om eens uit te diepen. Vriendelijke groet Bart van Aals. Nou ja. Bart, onze eerste reactie was inderdaad, ja luister maar naar aflevering 13. Maar Jurgen, jij ging daar nog eens naar luisteren, terwijl je naar de Olympische Spelen aan het kijken was en toen. Ja, toen dacht ik ook van ja, toen hebben we het redelijk algemeen gehouden, We hebben het verteld over de, de negatieve, de negative split of de positive split en ja, niet Terwijl de uh, tweede helft ja. harder lopen dan de eerste helft. Ja, dat is negatief. Ja. Uh, en daarbij ook een beetje richting jouw probleem van te hard van stapel. En, hoe kan je <laughs> en dat of een dat beetje nou een probleem was of niet. Ja. Uh, wat literatuur over hoe jeugd dit benadert. En eigenlijk dat die altijd. Oh ja, kan ik kan me herinneren ja, dat kinderen gaan altijd te zo hard. hard als ze kunnen Die weg. kunnen niet inschatten van als het tegen hun wordt gezegd: Nou, nu ga jij uh, vier minuten lopen. Hoeveel dat is, zeg maar. Oh, ja. Dus dat is ook een kwestie van ontwikkelen is, trainen. En dat je op een gegeven moment dan wel voor jezelf uh, een beetje het juiste tempo kan um, uh, gebruiken. Ja. En denk ik toch de algemene stelregel die ik toen geponeerd heb, met name lange inspanningen. Nou ja, zo'n uh, ja, gelijkmatig tempo is het beste. Hoe vlakker, hoe beter. Ja, alleen als je dan de praktijk kijkt, de Olympische Spelen, dan zie je toch gekke dingen. Of ja. daar afwijkende dingen. En daar ben ik een beetje. Uh, toen was ik verrast, denk ik. Ja, ben ik nou te veel theo theoretisch, wat dat betreft? Uh, <laughs> en waarom doen ze het eigenlijk zo? En dan blijkt er toch best wel wat literatuur ook over te bestaan. Ja. En dan, uh, ja, dan is het nog steeds een beetje. Ja, gissen uh, soms waarom mensen op die manier hun race indelen en benaderen. Maar de toppers doen het op die manier. Dan gaan we zo uh, op die manier, inzoomen. Niet op die vlakke manier, toch? Niet altijd. Dat was eigenlijk de aanleiding. Nee, precies. Ja. En, en als we het dan? over toppers in de laatste Olympische Spelen hebben, ja. dan kijken we natuurlijk naar Sifan Hassan. Jij ja. schreef ook een artikel op jouw website, juurgevantevelen.nl. Sifan Hassans uitgekookte race-strategie. Ja. Dat artikel is eigenlijk een beetje de basis voor deze aflevering. Klopt. Um, ook op de marathon gebeurde het bijzonder. Dingen. Ja, daar precies. Ik, uh, er was een uh, Amerikaanse uh, wetenschapper die, die twitterde iets wat ik interessant vond en waar jij op reageerde. Naar nou, wat hij twitterde was: van hey kijk eens naar de race-strategie bij de marathon. Het lijkt wel meer een TTA-benadering, uh, een time-to-exhaustion. Ja. En waar hij een beetje, ja, het was een beetje een Japan. In, in plaats van, hè? Want, ja. want dat was mijn vraag. Wat is dat dan? Ja. En hoe uh, is dat anders? Nou, daar zit denk ik uh, vanuit de wetenschap is nog steeds de vraag: van wat is nou de beste manier? Om te testen uh, naar nou pacingstrategie of tempo indelen, hoe doe je dat in het lab eigenlijk? Oh ja. Laat je dan dus dit het... is, Hij is sportwetenschapper ja. en hij vroeg eigenlijk aan zijn collega's sportwetenschappers, mensen doen wij wel op de goede ja. manier onderzoek. En er is ook wel de kwestie is vaak je hebt twee, nou ja, simpel gezegd dan twee soorten benaderingen. Time to exhaustion is eigenlijk van je je wordt op een fiets gezet vaak. En dan elke twee, drie minuten dan gaat het vermogen iets omhoog. Ja. En, en op een gegeven moment wordt het natuurlijk loodzwaar. En wordt gewoon gekeken vanaf het startpunt tot het eind. Hoeveel minuten ja, heb jij de inspanning kunnen volhouden? Mm -hmm. Dat is het eigenlijk. En dat wordt dan vergeleken met een, 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 ja, een ingreep, een drankje of extra training of uh, een mentale stress. Ja. En hebben ook mensen om te bepalen of bepaalde dingen effect hebben op de sportprestatie. Ja, precies. Ja, refereren wij ja. vaak aan hier in de podcast. En het, de kritiek altijd is of vaak van ja, maar in hoeverre heb jij ooit te maken met? Een race waarbij je op een gegeven moment gewoon moet stoppen omdat je niet verder kan. Mm -hmm. Dat is redelijk uniek, hè? Ja. ja, je stapt uit, maar dat doe je meestal door blessuren. Mm -hmm. Maar echt niet dat jij bij, bij een marathon of bij een triathlon uh, zegt van. Ja, sorry, je uh, energie is op, punt. Ik kap ermee. Ik ga tot hier en niet ja. verder. Jammer, was 38 kilometer. En, Net en, niet gehaald. En dus, dat, uh, daardoor zeggen mensen... ja, je moet eigenlijk de tijdrit of de benadering hebben. Gewoon mensen van tevoren vertellen... Je moet een half okay, uur fietsen. Ja. Of vier of of, kilometer. Of afstand ja. en dan kijken hoe hard je dat Precies. kan. Precies. En dan moet ze het zelf indelen. En dan kun je zien van of zij... en dan komt vaak dat uh, gedrag naar voren van... Redelijk snelle start, dan een langzamer tussenstuk en dan overhouden op het eind. Ja. Kijk, dat overhouden op het eind hebben we toen ook wel over die uitzending. Dat is het, het, het fascinerende vaak. Hoe, uh, ja, hoe kan het eigenlijk toch van dat je na de finish denkt, je, jeetje, wat een zware race, maar binnen een halve minuut of een minuut ben sta je, sta je weer, weer lekker te praten en ja. dan ben je, kun je weer ja. terugkijken op, ben jij wel diep genoeg gegaan? Ja. En daar komt dat natuurlijk dat idee uh, naar voren van: ja, maar het lichaam, ja, die wil gewoon niet dat je jezelf schade berokkent. Uh, dus nee, is je... deels ook mentaal. Hè? Ja. We, we hebben het wel vaker hier gehad. Ik heb altijd een mega eindsprint. Mm -hmm. En ik moet nadenken aan de, de anekdote in Veen Vlak voor de zomer ging ja. ik uh, sprintriathlon doen. Vijf kilometer hardlopen. Eerste kilometer kom hard van de fiets af. En ja, dat is een klassieke U. Hard weg. Ja. Toen dacht ik: oh jee, oh jee, ik moet wel vijf. Terugkomen, herstellen. Een beetje voelen dat ik weer de controle heb. Tot zo anderhalf kilometer, kilometer ja. voor de finish. denk ik, ja, maar nu is het nog maar een kilometer. Ja. Dus wat er ook gebeurt, dit red ik. En dan helemaal die laatste 500 meter. Dan kan ik een partij sprinten. Ja, ik vertelde een paar weken geleden. In Renkum zat het er even niet meer op. Ja. Maar daar kan ik echt, dat is uit een ander vaatje. Ja, precies. En dan gaat ook de, de hartslag, schiet uiteindelijk door tot, 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 tot echt max. Ja. Of zelfs hoger dan ik bij de max inspanning haal. Ja, toen zat ik daarna bij Klas in de Veen op die finishstraat nog wat te kijken. En, en dat was teamcompetitie. Dus wij waren in de vierde divisie gestart. Dan komt de derde, komt de tweede. Toen kwamen er van die meiden uit de tweede of de eerste divisie ja. aan. Van die echte atleten. Ja. <laughs> en ik zat daar en zij stonden achter mij. En ik kon ze natuurlijk afluisteren. er kwam ook iemand met een fantastische eindsprinter. Ik herkende dat. denk ze, ja, finish, finish ja. Boog, in zich, boog in zich, geef je vleugels. En die meiden alleen maar, nou... Als je nog zelf kan sprinten, dan ja. ben je niet hard dus, genoeg gegaan onderweg. Ik heb te veel over, ja. ja. Dat, uh, Want die staan dan van de school, je moet zo vlak, hard mogelijk, dat op het einde, ja. precies bij de finish, val je neer, ben je dood. De, ik denk dat de, 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 wetenschappen, de wetenschappers zeggen toch altijd, ja, het is toch zonde als jij nog over hebt op het eind. En het ja. feit dat jij dan gaat sprinten... Ja, dan had je beter eerder... Ja. Wat ik en ik even? weet, ja, die discussie is ook een beetje nog gaande. Ross Tucker, die heeft ooit in een, uh, in een podcast... of in ieder geval heeft hij 4-minute-mile-dingen gedaan. Hè? De, ja, Ross uh, is ja. de Zuid-Afrikaanse uh, professor... van de Science of Sport ja, podcast. Want hij heeft ook in het verleden, toen hij als student... Uh, of promotieonderzoek, is hij eigenlijk begonnen met dit onderzoek. En wat hij simpel gedacht heeft van... En dat is nog steeds de beste gedachte. Ja, we gaan gewoon kijken hoe de toppers het doen. Mm -hmm. We kunnen wel allemaal theoretisch bedenken hoe het moet. En dus, die heeft vanaf volgens mij het begin, waarin een beetje bijgehouden werd de doorkomsttijden uh, tijdens atletiekwedstrijden, heeft die verschillende onderdelen bekeken: 800, uh, 1500, 5000, 10 kilometer op de baan. En dan gewoon eens gekeken: oké, okay, we gaan naar de winnaars kijken. Bij belangrijke wedstrijd, weer het kampioenschap Olympische Spelen. En uh, nou komt daar een patroon uit. En dat is, uh, ja, daar kwam eigenlijk het patroon uit. Bij 800 meter is het nog een beetje een, uh, een all-out ja. inspanning. Zoals de we heel hard. Zoals die kennen van de 100 meter, 200 meter. Ja. Dat is gewoon, ja, zo hard mogelijk beginnen eigenlijk. En dan maar zien naar het schipstrand. Mm -hmm. En dan, mij zei ja, dat dan, dan zie je dus de tweede helft van de race. Dus de tweede ronde. Dan gaat het tempo al achteruit, de vermoeidheid slaat toe. Ja. En hij kwam voor die vijf en die tien kilometer eigenlijk uit op de U-vorm. En hij dat is wat ja, je net zei, hard weg. Ja, best wel hard weg. In het midden. Ja, rustig even in. En dan het laatste, als je dan ziet, ah, ik moet nog een kilometer of zo. Dan nou, gaan we de wedstrijd even opstarten. En daaruit uh, ja, concludeerde hij, ja, dit is dus wat toppers kiezen. Dus ze doen dit niks voor niks, ze winnen erop. Dit is waarschijnlijk toch de meest efficiënte manier dan om op je energie te zonder dat je ja te, te snel uh, kapot gaat. En zonder dat jij uh, schade aan je lichaam geeft. En zonder dat de rem ja, te hard wordt uh, ingetrapt. Ja, maar dan laat hij een hele belangrijke factor, namelijk omgeving weg. Ja. Want je slaat nu één afstand over, je springt van de 800 naar de 5000, 10.000. Het is natuurlijk ook de 1500. Ja altijd lastig is het nou hard of ja. We hebben ook een aflevering over die maar... die heeft hij toen niet opgenomen nee. en daar hoorde ik in het commentaar ja. namelijk ook iemand over de series hè? en ik weet niet wie we was niet ze zelf was op de radio ja en die zei ook ja maar wacht even je kan pech hebben in je serie dat je in een boemel zit ja ja oftewel dat de atleten bij elkaar blijven die weten de top twee wordt geplaatst ja. en dus we gaan met z'n allen langzaam ja. en dan sprinten we het laatste rondje ja als je dan dat als pacingstrategie gaat analyseren, dan ben je natuurlijk fout af. Want het heeft nog wat te maken met of we dat met z'n allen doen. Precies. Hè, of je zo'n pacing kan permitteren. Dit is inderdaad een ontzettend goed punt wat je opbrengt van als je erover gaat nadenken. Is natuurlijk, ja, dit, dit klinkt heel erg beschreven vanuit de optiek van de atleet zelf. Alsof die bepaalt: zo ga ik het doen, zo ja. ga ik mijn race indelen. Ja. Maar je, je hebt vooral de Olympische Spelen. En, en op die 1500 meter te maken met tegenstanders. Ja, en wat en doen als die? die tegenstanders? En tactiek. Ja. En, en daar. De race hard maken. Ja. Vroeg. Nou ja, bij het wielrennen is het ook wel duidelijk. Kijk, ik ben natuurlijk uh, kenner, denk ik, ook wel van het Wereldurenkor. Ja. Boek over geschreven. Ik wou trouwens. zeggen, daar hebben we lang niet meer over gehad. <laughs> maar Voor al die nieuwe luisteraars, jij hebt ooit een boek geschreven, ja. Het Maakbare ja. Uur. Over uh, Dion Beukenboom ja. die het Werelduren heeft. En toen was aanvaard. het eigenlijk simpel. Je hebt geen tegenstander. Je hebt alleen maar uh, de tijd, een en uur jezelf. lang en de afstand. En je weet gewoon wat je moet halen. En dat was in principe een vlak race. Met, daarbij je moet op gang komen. Nou, en dan gewoon eigenlijk één tempo vasthouden. Maar ja, op het moment dat er tegenstanders zijn, kijken ze naar een echte koers. Ja, dan zag je het al, Olympische Spelen met die, die dames bijvoorbeeld. Er ging een groep vroeg weg, hè, met die ja, Zwitserse erin. Ja, ja. En uh, ja, dat zat nog niet in het scenario. Ze gingen er nog niet meteen achteraan. Nou, die kregen een enorme voorsprong. Uiteindelijk dacht Van van, ik wou weer naar rechts. Maar dan bleek ze dat die Zwitserse, ja, die was nog steeds vooruit er moet continu moet je, je afvragen van, ja, zal ik meegaan met deze ontsnapping? Ja. Maar hetzelfde geldt voor een 1500 veel meter meer koers of, in eigenlijk. Ja. Dus tactisch inzicht. Ja, er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen pacing en tactics in het. Uh, ja. RG, ja. ja. Dat loopt daar natuurlijk dwars doorheen. En dat is natuurlijk dan wel een verschil tussen toppers en bijvoorbeeld recreanten. Ja. Of bijvoorbeeld een, iemand die een marathon recreatief loopt. Die is veel meer bezig met Pacing, hè? want mm -hmm. die wil het volhouden, of die wil zijn eigen persoonlijk record lopen. Ja. Terwijl waar wij op de Olympics naar kijken, is inderdaad een wedstrijd ja. waar tactiek bij komt kijken. Maar ik drie trok... atleten weer anders. Dus ja. Per definitie eigenlijk meer ja, ook weer niet de top Maar 10 van misschien het spel. heb je wel zoiets. Laten beginnen. Dat je tegenwoordig heb je, dus die bij, bij marathons, ja. die, uh, die hazen eigenlijk of die voorlopers die zeggen. ah, Kom met mij meelopen. Want ik ga lopen voor de 3,5 uur. Ja. Heb je het nu over de hazen bij de toppers of de ja, hazen bij de, de replianten met die hebben. ballonnen? Ja. Nou, wat nu jij dit zegt, ik heb opeens een vraag. Wat lopen die ballonhazen eigenlijk? Lopen die vlak? Ja, dat is een goeie. Ja, ik ben of lopen die ook een uurtje? Nou, lopen die? Ik, ik ben eigenlijk, niet. want ik heb eerder een stuk is de geschreven over die lampjes. hè ja. die lampjes. Kijk, toen uh, zie toch van even uitleggen, Hassan, misschien die lampjes. Ja, je hebt tegenwoordig uh, sinds een paar jaar uh, binnen de Atletiekbaan, was ook bij zijn trouwens uh, een aflevering over Daphne Schippers. Ging hij sprinten wilt, tegen Sportlabs, Sedok ja, waar jij uh, op tv was. Ook, ja, <laughs> nou, ging hij sprinten tegen. Daphne Schippers, virtueel, maar ja. Daphne was er helemaal niet. Maar we hadden, daar zitten lampjes aan de binnenkant van de baan. En die geven eigenlijk het tempo aan wat Daphne Schippers Loopt. destijds liep. Ja. ja, en dan wist hij vanuit de ooghoek, kan je dan kijken. Ah, dit is het beoogde tempo. Ja. En toen um, van Hassan in Hengelo de 10 kilometer won. En een paar dagen later deed volgens mij Guy dat. Ze ja, pakte hem af. Ja. Toen was het best wel, toen kwam ze ook in de studio met Jos Hermes. En, en toen zei ze, ja, ik denk wel dat het helpt, die lampjes. En uh, daar heb ik een stuk over geschreven, omdat de vraag is van, ja, en je, hoe stel je die precies in? Als jij nou gewend bent met een langzame start, alleen je zet hem gewoon op het tempo eigenlijk van, nou ja, vanaf de eerste ronde moet je gewoon de, de 10 kilometer gedeeld door de tijd. En dit ja, is gewoon de snelheid. Vlak, ja, ja. En ik heb het idee dat ze dat laatste gewoon doen. Het is bijna, een, ja, je kan hem be best wel goed programmeren dat ding, maar je zou eigenlijk bijvoorbeeld de race van de voorganger... van de wereldrecordhouder uh, moeten hebben en die precies en dan kijken. Ja, wil je zo Waarom lopen? Zeg je zou je moeten hebben. Nou, omdat ik dan denk van misschien uh, die heeft niet voor niks die, die race strategie, toen gekozen. Ja ja. Komen we denk ik nog wel op terug. Is de vlakke uh, race wel de meest ideaal? Ja, laten we terug naar de ja. aanleiding gaan. Olympische Spelen Marathon en een hele ingewikkelde grafiek ja, op Twitter. Omdat het dus, nou ja, wat er gebeurde. Kijk, de Olympische Marathon is al heel anders dan een gewone marathon, waarbij vaak wordt gezegd: van vooral bij die toppers, oké, okay, dit is de beoogde eindtijd. We zetten hazen daarvoor in. Er hoeven geen lampjes te zijn, maar gewoon de hazen. En dan, dan wordt er re, dan worden eigenlijk Even voor de echt recreatieve luisteraars. zijn geen echte hazen. Het zijn mensen ja, die op een vast precies. tempo lopen. Maar ja, niet de hele race Ja, En die stappen uitlopen. dan uit naar 20 ja, kilometer ja, ja, ja. af. Dus die kunnen voor hun doen harder gaan. Omdat ja. ze naar 20 kilometer afstoppen. stoppen. En um, alleen dan bij lonymsch spelen is het heel anders. Dan ineens, daar zijn geen. Dan hazen. mag dat niet of zo. Nee. Nee, want je gaat niet naar de Olympische je spelen om iemand te hazen. Nee, nee. en je nee. hebt natuurlijk een paar me mensen per land die ja. mogen meedoen. Ja. Dus ineens heb je te maken met uh, ja, de koers, zullen we maar zeggen. Ja. Zoals ze die van het wielrennen kennen. Een groep mensen, atleten bij elkaar, die ja, de meesten zullen wel willen we denken in ieder geval top 10 of iets. Of ja. Ja, hoe gaat dat precies Bij het in zijn lopen werk? is toch ook belang om bij de groep te blijven, ja. toch? Als je alleen komt zitten, net zoals Klot. met wielrennen tegenover bij de groep. Het is aerodynamica deels, ja. wel een beetje. Maar ook gewoon het richtpunt, het mentale. Ja. Ja. Ja, we hebben het denk ik ook wel eens over, over besproken, de, de studies die er zijn. Hè. Als jij uh, in een lab uh, gaat fietsen met een computerscherm voor je... met daarop een fietser die net iets harder gaat, dan ga jij ook iets harder. Ja. Dus het is ja? toch dat ja. richtpunt wat je hebt. Nou ja, en wat je dan zag in Tokio is eigenlijk die groep begon met z'n allen. Uh, alleen dan zie je ineens op een gegeven moment iemand, nou bijna zijn tempo zakt enorm. Ja, wegvallen. Nou, en daar komt een stuk later de volgende. Ja. En er, er blijft uiteindelijk gewoon een klein groepje over. En daarop was die opmerking van die wetenschap, die zei: ja, maar dit is een, bijna een race van Time to Time exhaustion, tot uitputting. Mensen en dan ook gaan in gewoon. In één keer stoppen. Ja. Je wou zeggen als het als het meer een tijdritachtige effort was, zou je die lijnen in dat gekke grafiekje op Twitter gaan we terugkijken van op begin onze af kant, aan al minder snel wegzien lopen. Ja, eigenlijk. en dan zou ze van begin af aan al mensen hebben besloten. Ja, ik ga gewoon. Ik, op ik, een ga, ander niet, tempo ik lopen. ga niet met Kip mee, want dat, ja. uh, dat is mij. Ja. Ik ga gewoon uh, voor plek 20. Ja. En ik ga gewoon lage tempo. Dat gebeurt eigenlijk niet. Nee. En die mensen dus, die gaan, ja, die ja. overspelen hun hand eigenlijk. Om gewoon te zeggen: ja, ik ga mee en ik zie wel wat schipstrand. En dat schipstrand uiteindelijk voor de 42 kilometer. Ja, zeker. En vandaar nu. Ja. Eigenlijk nu begin ik het pas te snappen. Als je deze tweet zoekt, Ed Slimme Podcast op Twitter. Uh, en de, de originele tweet is van Ed T. Stellingwerf. Um, dus, dus eigenlijk laat het grafiekje zien dat al die atleten gingen voor waar het schipstrand. Bijna niemand haalde die 42 kilometer en dus zegt hij: wacht even, maar als zo races werken, dan moeten we ook onze sportinterventies, ja. wat het dan ook is, ook zo testen. Dus dan is die kritiek die er altijd was van: ja, maar zo'n time to exhaustion test, waarbij mensen, ja, het eigenlijk de inspanning tot uitputting gaan. Ja, ja. dat gebeurt niet. Dat gebeurt dus wel. Ja, en dan maakt dus opeens wel degelijk uit als een bepaalde maatregel, ja. aan voeding of dingen, is ja. jou helpt om net wat dieper te gaan ja. voordat je exhaust, Dat is cruciaal eigenlijk. Ja. Ja. ja, nu was het wel zo dat Kipchoge, die liep constant, maar op een gegeven moment versnelde hij ook nog een beetje. Ook, ja. Ja. Dus er was ook nog een negative split, dan loopt hij daar ook doorheen. Daar ja. nou, hadden we een beetje discussie met, met, een, van onze, met een van onze volgers, die, wat, die terecht ook zei van ja, de winnaar heeft altijd gelijk. Nou, ja. Kipchoge in dit geval. Ja. Maar jij gaat je afvragen, Abdi nagee van ja, op een gegeven moment loste die ook af van, ja. en die bleef gewoon zijn eigen tempo ja, wat als die langer nog was doorgegaan, zeg maar? Kon die. Ja, op een gegeven moment gaat in dat hoofd zitten van Abdi. Ja, ja hé, hey, ik sta wel lekker vooraan ergens. Oh, ik kan, ja, wat zal ik? Kan ik hem hier laten gaan, Kip Nou, dan kan ik nog steeds op het podium. Sterker nog, kan ik nog even mijn vriend uit België Precies. mee naar het podium trekken. Ja. In plaats van dat hij uh, echt was, ik ga voor goud, ik blijf volgen. Ja. Met alle kans van dien dat hij die inderdaad instort. Ik bedoel dus. Dat die mentale component speelt hier gewoon ook keihard doorheen. Elke keer moet zo iemand zich afvragen, shit, dit tempo, kan ik dit bolwerken tot het ja. einde van de race? Ja, we gaan hard, Hoe we hou gaan ik het hard. vol? Ga ja. ik afhaken? Moet ik, ah, ja. En hier zie je eigenlijk dat veel van die uh, lopers iets hebben, waar ik volg, volg, volg. Ah, en nou, en dan tot het lichaam echt die, die rem keihard indrukt en zegt, ja. Stop maar. Stop maar. Ja, ja. En dan is het ook volledig blokkeren zo'n beetje. Ja, Want ja, die, ja. die stappen gewoon uit of dat, uh, ja. Ja, dus dat was de fundamenteel ja. wetenschappelijk methodologische Precies. vraag. En dan, nou, dan komen we tot de races van Sifan. Ja, want, want die zijn net anders. Ook wel lange afstand. Ja. 15 kilometer en de 1500 ja. meter. Wat, nou, dit, wat, wat heb je meegemaakt? Ja, of? dit was het, eigenlijk de oorspronkelijke uh, studie van Tucker. Waar, waar, wat we net hadden. Oh, ja. okay. Dus eigenlijk van uh, de all-out eindsprintje. Tot, tot de U-vorm. En die komt ook bij de. ja. Nou, dan heb ik een, een review gevonden. Maar misschien. Ja. Wij kijken nu voor onze luisteraars naar allerlei grafieken op een scherm. Pacing ja, die... profiles and tactical behaviors of elite runners. Ja, ze hebben eigenlijk gewoon gekeken. Ze hebben de, de studie van Tucker herhaald. Alleen, want Tucker schreef dat al twintig jaar geleden. Oké. Okay. En uh, een beetje uitgebreid met andere disciplines. En ook weer met de gedachtegang: oké, okay, hoe doen die toppers dat? Ja. Nou, en dan blijkt er eigenlijk niet één, één juiste uh, pacingstrategie te zijn. Want het ja. hangt ook erg vanaf of het een. Een Olympische race is of een, een race waarbij van tevoren wordt ingezet op een wereldrecord. Oh ja. Zoals Sifan Hassan in Als Hengelo de bijvoorbeeld. Tijd gaan. Ja. Of wat zijn laatst wat niet lukte in Oregon. Dan zou ze ook de vijf kilometer. Dan wordt alles eigenlijk in dienst gesteld met, met uh, echte hazen of met lampjes in combinatie. Ja, ja. ja dan benader je dat toch anders. Nou, ja, simpel gezegd, tot nou ja, wat ik al zei, 400 meter, 800 meter is gewoon. Hard, hard starten en uh, nou, all-out inspanning. Ja, want we zien hier grafiekjes met op de verticale as de snelheid... en op de horizontale as ja. de afstand. Precies. Dus die ja. vorm zegt iets over wat heeft het tempo gedaan onderweg. Ja. De 1500, de mannen staat hier... Klassiek is, steeds harder. Ja, de J-curve noemen ze die. Oh ja. Dus toch even S snel starten. Start, dan terugnemen. Ja, en dan toch langzaamaan in die tweede ronde al versnellen richting gas, gas, het gas, eind. Gas, 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 en gas, dan gas. Dan wat ook interessant en dat zie je ook, uh, dat, dat zien we zo bij C. van Hassan: die, hun snelheid ligt toch echt wel iets eerder dan bij de finish. Ja, 200 meter voor de finish ja. zitten ze op de piek. Ja, omdat daarna het... komt echt de verzuring weer, ja. kan niemand meer ja. verder. Uh, ja. ja, helder. En dan zien we een vrouwen, nee, een mannen 10.000 en een vrouwenmarathon. Ja, is maar die de 10 kilometer is uh, wat, uh, zoveel verschil mannen-vrouwen. Vinden ze nog lastig om daar echt te zeggen dat het verschillend is. Het is vaker misschien dat de vrouwen meer variatie zitten in de deelnemers. Dus dat oh ja. de zwakkere wat sneller afhaken. Nee, 10 kilometer zie je eigenlijk van een vlak iets tot. Eindsprint. Tot, sterke eindsprint. Ja, precies. Ja. En dat is typisch 10 kilometer. Eh, geldt ook voor de vijf. Nou, en dan zie je bij de marathon eigenlijk een soort. Uh, de women's daar zie je. Ja. Een soort ne negative split langzaam. Hè? Ze beginnen een nou. behoorlijk tempo. Oh nee, het is langzamer, 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 langzamer tot Klopt. kilometer 35 en dan een soort opleving. Dus een ja positieve uh, wordt die gelopen, ja. 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 Dan gaan we naar zien van zeg ja. jij. We dus hebben hier ben... een nieuwe grafiek op het scherm. Nou, ik vind, kijk, ik nog steeds denk ik bij, uh, als je dan toch naar nee, die 10 kilometer uh, misschien moet uh, Gregory dat ook maar eens gaan doen als hij daar dan toch bij zit en. Uh, uitgebreid zitten juichen met de, je bedoelt jouw vriend cracken, uh, uh, Ja, rond ronde de tijden noteren, zeg ja. maar, dat was ja. zelfs bij het schaatsen altijd gebeuren. Ja, ja, dat doet het bij de atletiek toch nog niet echt. Hè. Ik heb dat uh, achteraf maar eens even gedaan, gewoon alle, alle om de 100 meter. De, nou, dan zie je eigenlijk hoe, hoe Hassan liep. Ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, min of meer vlak vanaf het begin. Nou, bij 8000 komt er een, een, een dipje, maar dat heeft meer te maken. Zij li liep gewoon derde plek. En die Guide, die. Had ja, dat ik me nog herinneren, hè? Met dat handje voor ja. de mensen die de race niet gezien hebben. Die de hele tijd zei: Kom, kom nou, kom nou ja. overnemen. Ja. En dacht: zij, Nee, dat doe ik niet. Ja. En, en dan toen is een, waarschijnlijk uh, die Guide natuurlijk wat gaan vertragen. Ja. Om haar de kop op te dringen. Ja. En toen is gewoon Deze... het hele zwikkie uh, En gaan, dan zie gaan je afwemmen. echt wel een enorme eindsprint. Echt, ja, en ja van, echt van enorm. Van gemiddeld 20 km per uur naar, naar 27 op het eind. En nou, dat, dat, dat zagen we op tv ook. Ja. Alleen bij die race. En uh, vroeg ik me af, jezus, ja, die Gidee, is die, ja, hoe slim is het om zo te lopen? Waarom loopt hij op deze manier? Ja, maar wat want, de analyses toen zeiden is, want dat zie je ook wel in deze grafiek, dat uh, na 2,5 kilometer, ja, zien we opeens een knik omhoog. Ja, dat, dus zij werd er ook ze ja. gaat de race hard maken. Ja. Ze wil zien slopen. Ja, en dat is precies het punt waar de oranje bolletjes die ik hier heb getekend was. Crummins, ja, uh, Susan, Suzanne. ja. Die ging redelijk mee tot dat, dat punt. Dus de, dat min of meer gelijke snelheid... daar zitten van die kleine variaties... er zitten af en toe tempo in. Ja. Dat klopt. Daar hebben we het denk ik straks ook nog wel over. Maar ik dacht de hele tijd van ja... zolang jij daar op kop loopt... en zie van Hassan ligt derde, ja... Je weet gewoon dat zij een vernietigende eindsprint heeft. Wat... Ja, maar die probeert ze natuurlijk te slopen. Ja. Ze had natuurlijk gehoopt dat het niet Suzanne Cummins was... die op een gegeven moment vijf kilometer moest ja. uitstappen. Maar uh, zie van alles ja. aan. Nou ja, dat, dat lukt niet. Niet gelukt, weten we nu. Maar, uh... Wat als je extremer die tempowisselingen gaat doen? Oh ja. Toch? Echt, echt. En wat doen toppers dat? Jij zei aan het begin van de aflevering, we gaan kijken wat toppers doen. Dat doen ze dus niet. dus ze hebben toch gekozen van: dit vinden ze voor zichzelf de meest veilige manier. Die Guida ook, die denkt, ja, maar ga echt niet ineens 10 km per uur lopen. Zoals bij een baansprint of zo. Bij het wielrennen wil je echt elkaar uitlopen. Nee, die heeft ook zoiets. Ik loop mijn eigen tempo, daar lijkt het wel op. En dat is gewoon hard genoeg, daarmee. Ja, we hebben alle zwakkere uh, zusters, die, uh, die haken wel af. Zoals ja, Susan Cummins in dit was geval. Ook zo, ja. Alleen, uh, en dan moet ik maar zien van of, uh, of ik Hassan kwijtraak. En ja, ja goed, die zal... Uh, nou, misschien heeft ze de kruid verschoten, maar dat was dus niet het geval. Ik ben benieuwd welke lessen wij dadelijk voor ons als amateurs ja. gaan trekken. Maar uh, we gaan nog even door ja. naar wat analyse. Vijf kilometer heb ik toen, daar nou, liefst natuurlijk twee dingen. De serie en de finale. Ja, die heb en... je hier allebei lopen. Dus dit zijn allebei grafieken van de ja. Hassan zelf. En dan zie je eigenlijk een beetje, vind ik toch, hetzelfde patroon wel. Nou, ik wisselingen wel veel meer schommelingen. Ja, ja, die tempo-wisselingen zijn er zeker. Het is gemiddeld genomen nog net iets harder dan op 10. Maar wel die enorme eindsprint. Die 5 die... kilometer won ze natuurlijk net niet. Die uh, vijf won ze wel. Maar de vijf... nee. 1500 uh, Oh ja, de 1500 voor ja. ze. Ja. Niet. En, uh, en dat, dan is haar uh, benadering ook vaak, ze begint echt achteraan hè, een beetje. Ja, en dan ja. langzaam schuift ze op tot ze, maar ze houdt gewoon wel de... En wat als zij achteraan begint en die voorste gaat knetterhard er al vandoor. Dan komt een groepje. Ja, wat zou ze dan? Dat zie je ook maar is echt. dat niet die schommelingen die we zien? Dat ze, want ja. dat zag je ook op tv, dat ze dan af en toe toch precies. even naar dan voren moest schieten. Dan he? valt er een gat. Om dat gat te En dan gaat brukken. ze dat precies. Ja. ja. En je ziet daar ook al ja, die, die eindsprint. Die begint zo'n beetje de laatste ronde, hè? 500 meter van tevoren. Ja, en. Dan knikt hij uh, opeens omhoog? Ja, die bel gaat. En dan geeft de stoot adrenaline natuurlijk. En dan ja. uh, hoppa, gas erop. Dus ik, zou, ik denk ook aan die tegenstanders. Denk ik, ja, we nemen Sifan Hassan mee. Hoe kunnen we dit anders gaan doen? Ja, die, ja, ik zou dan veel meer neigen, alleen dan kun je zelf ook helemaal de soep inlopen. Door te zeggen, ja, ik ga gewoon echt. Uh, de, ik begin gewoon met tien keer per uur of uh, af en toe. Ja, maar, je je dan, weet, maar dan ben je dus. de controle kwijt, hè? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk, en dan, maar ja. dan is het weer tactiek. Ja. Als je uh, ze laat gaan en het, je komt er nooit meer ja. bij... dan is het, is het einde verhaal natuurlijk. Dus nee, je kan maar, beter erbij blijven. En, en ik denk dat er ergens in het achterhoofd ook iets zit van... ja, dan maar een podium of medailleplek. Maar is dat vind mooi. ik als zo knap. Mij, dat beeld komt Tom Dumoulin kan dat heel erg goed, hè? Mm -hmm. Die kan dus aan zo'n klim toch mensen laten gaan... Ja. Op zijn eigen tempo gaan klimmen en zegt Het zal hem wel, met jullie racegezeikt ja. daar vooraan. Ja. Ja. Steady diesel. Ja. En dan pakt die diesel. Ja. ja, en dat zie je bij het wielrennen, vind ik ook wel vaak. Dan komt er iemand best wel, denk je, wow, die heeft even wat over. En dan komt onherroepelijk, nou, na de volgende bocht al de klap terug. Ja, dat is eigenlijk, nou ja, de, de tank moeten we er ja, toch ja, 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 maar over ja, ja. hebben. Ja. Dus het, het andere hele, energiesysteem. Ja, dus het hele idee is dat je hier loopt zo'n beetje rond critical power of ja. Nou ja, laat het ook voor het gemak, maar het, het omslagpunt hebben. Ja. Er zijn net verschillen tussen iets. Theoretisch iets wat is wat je, daar discussie over. Maar ja, een, een punt ongeveer, waar je heel lang bijvol houden, ja, eigenlijk. In ja. balanses en de afvalstoffen en de energiesystemen ja. aan de gang kan houden. De, en de lactaat die je produceert, die gebruik je gewoon lekker ook voor als brandstof. En je krijgt dus niet een enorme lactaatophoping, wat dan niet wat gepaard gaat met de vermoeidheid, ja. maar wat niet noodzakelijk de oorzaak is van. En nee, daar exact. hebben de uitzending ook. Ja, ja, ja over nee, gehad. maar dat, dat is mijn semantisch, Maar in dus, ieder geval uh, dus, die, die lijn waarboven, ja, waaronder. Je en waar, wanneer dus iemand even zo'n versnellingje plaatst of zo'n demerage bergop, ja, die die pakt dan even een hap uit de anaerobe tank. Maar ja, die gaat dan toch gepaard met, nou ja, die, die tank raakt al snel weer een stuk leeg. En dan moet je herstellen. En dan moet je echt van herstellen. En dat kost extra energie eigenlijk. Dat moet je ja. steeds weer aanvullen. Ja. En dat is eigenlijk wel het. Uh... Terug naar het lopen. Ja. Hier zie ik doen? nog drie grafieken. Nou, Dit is allemaal van weer. Ja, en ik moet zeggen, ik was uh, serie-finale uh, op of de finale. vakantie. Dus ik heb ze gewoon teruggekeken op YouTube. Ja. En uh, ja, wat me opviel was, vooral ja, in die finale, ja, ze gingen hm. gewoon op kop lopen. Ja. De, niet des uh, Hassans ergens. Nee. Maar ja, de, Dus dat, dat, ja. betreft, dat is die grijze lijn in deze Die is significant veel harder dan de serie ja, in de Ja, en die serie liep ze 21. Nou, dat is bijna tempo net iets harder dan de 10 en de 5. Ja. En dan zie je eigenlijk wat er met die serie halve finale gebeurt. Nou, het tempo wordt laat. Die serie een stuk... viel zij toch ook? Ja, dat laatste... precies. Dat zie je ja, ook ja, terug ja, ja, ja. in het uh, blauwe ja. stukje. Bij ja. 1200 meter viel ze. Ja. Dan zie je ineens een, een enorme tempo het sprint rondaf. Ja. Fantastisch. Dat ja. nou, geeft maar genoeg aan dat zij echt wel over heeft. Hè. Ja, ja. Continu. Ja, ja. Ja. Nou, half finale ook dat ze... Eigenlijk, die sprint die komt dus 300... In de halve finale zie ik ook weer enorm geschommeld. Nou, ja. enorm is relatief, ja. hè maar de, daar wordt geschommeld. Maar het is wel duidelijk dat dat laatste stuk eigenlijk... Nou, dan uh, de, van 300 meter nog te gaan. Nou, dan gaan ze ineens versnellen richting de 25 uh, km per uur. En dat hou je dan ongeveer vast. Uh, nou, zie van, je vast, dan ja. je 100 meter vol en dan klap da je maar. Precies. En daar gaat het dus net mis als je kijkt naar de finale. Het zijn echt details eigenlijk. want ja. Dan zie je dan de eindsprint. Wordt ook weer ingezet. Alleen je ziet dat dan Hassan haalt 25. En dan zie je op 150 meter, ja, dan zakt hij terug naar uh, 23,5. En bij het passeren van de passerende finish is ze echt terug naar de 21. Ja, echt kapot. Als ze daar een, een, gewoon een horizontaal lijntje had kunnen halen, nou dan had ze het gehaald. Ja, maar het, als... het belangrijkste wat ik hier zie is gewoon, die tempo lag echt veel hoger. Dan in haar serie finale... en dan in de 10 en de 5 kilometer. En dan is het idee dat je daar continu eigenlijk al boven je. Ja, en dat je, je dus die, die, die tank aan het leeg uh, halen bent. Ja, ja. En dat is, uh, ja, achteraf denk ik, waarom heeft ze voor dit gekozen? Ja, ze wist gewoon dat die Keniaanse. Uh, kan dan niet op de naam komen. Zal iets met kip zijn geweest. Ja, nee, dus dat ja, die een hele goede eindsprint had. Dus ik denk, die, ja, de, ik ga. Zij deed eigenlijk wat Guidé probeerde ja, in de 10 kilometer. Haar en haar leerde hier dat dat en, uh, niet ging weg. Ja. <laughs> nee. uh, maar ik vind het echt toch. Ja, ik vind dat dus echt best wel fascinerend hoe dat benaderd wordt. En hoe ze nog steeds die eindsprint wel hebben. En ook dat zo'n SIFAN dan kiest van die 1500. Dan moet ze ontzettend diep zijn gegaan. Ja. Als je gewoon dat tempo ineens. In plaats van nou ja, die 20, 21 die ze normaal bij, bij de 5 en 10 loopt. Gewoon op de hele wedstrijd. 23, 24, ja, nee, dat nee, is nee. toch wel even. Ja. Dus ik uh, nou ja, dat is een beetje wat je hier wel heel snel ziet, is dat vlakke stuk, eigenlijk wat ze lopen, 10 kilometer, en dan eindsprint. Ja. En dat is, dat, is, dat is de discussie die onder wetenschappers gaande is. Die zegt eigenlijk ja, de U-vorm zien we niet meer zo sterk. Dus dat middengedeelte is er niet meer zo echt. Het is gewoon vanaf ja, het begin. En zie je af aan. niet, toch even herhalen, bij de toppers? Ja. Want als ik net vertel hoe ik in Klazine Vegnaar ja, loop, dan, dan ja. loop ik wel degelijk ja. een uurtje. Ik vlieg de wisselzone uit, want ik heb nog alles van het fietsen, snelheid, Klopt. hardweg. Ja, maar... dan denk ik, oh ja, even tempo zoeken. Ja. En dan weer opbouwen. Ja, nee, dat, dat, dat is dus eigenlijk de ontwikkeling van de, het optimale pacinggedrag. zie je terug dus nu in topatleten die al een stukje verder zijn dan jij. Ja, maar uh, dit is wel een, een aanwijzing voor wetenschappers dat ze zeggen: Ja, theoretisch is dat ook beter. of gewoon gelijkmatig toch die energie uitsmeren, omdat elke schommeling, ja, die kost extra energie. Uh, en dat, nou, dat zie je dus langs. Nou, ik denk de concurrentie wordt steeds groter. Dus ze merken gewoon: ja, ik moet onderscheid kunnen maken. Ja, als gewoon mijn basistempo. Dus net onder die, uh, dat omslagpunt, of mijn critical power, daar, als, de, als dat hoger ligt dan mijn tegenstanders, ja, dan moet ik gewoon van begin af aan strak dat gaan lopen. Ja. En dan gaan alle, uh, al mijn tegenstanders die dit niet hebben in hun lijf. Die dat ja. niet aan kunnen. Precies. Die vallen al eerder. Die af. Vallen af. Het kost. Ja, het, het is wel pittig. Want je zit. Ja, als jij. Ik weet niet. Je traint ook wel eens tegen dat omslagpunt aan. Dat is een beetje te weinig. Maar ja, Een beetje uit hè, tegenwoordig. Ja. Omdat je gepolariseerd moet trainen. Dan vermijd je eigenlijk dat. Maar je kent het wel tijdens ja. een triathlon. Ja. Ja, Vooral een ja, ja, ja. sprint sprintrail. Ja, 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 ja. sprintrail ons eigenlijk continu. Continu tegen dat randje aan. Ja, aanburen. en Rolf Stukker die, uh, die denk nog, die heeft dat laatste een keer uitgeleid. Die zei, ja, ik ga ervan uit dat ook dat laatste stuk, dat je nog zo'n eindsprint kan hebben, dat degene die dat niet meer uh, nodig heeft, dus eigenlijk dat je die rem loslaat, en dat betekent eigenlijk dat je je basissnelheid nog net iets hoger kan. Uh, en, en ook dat laatste stuk gewoon vlak kan lopen, maar omdat het, het eerste mm -hmm. stuk al... Nou, gewoon harder gereden. kan yeah. lopen dan de rest... dat pak een beet over 10, 20 jaar... als je dan die analyses erop loslaat... dat het dan meer richting echt vlak gaat. Dus wat die tweede divisie meiden in Klaas-Ineveen ja. riepen... als je nog zo hard kan sprinten... dan ben je niet hard genoeg gaan ja. onderweg. Dat is waar. Ja, Allee, Volgens is, de sportwetenschappers. Ja. En dat is natuurlijk ook wat uh, Hutchinson in zijn boek Endure... steeds naar voren brengt. Want daar zit gewoon een hele mentale component bij... Er is natuurlijk de rem vanuit de hersenen. Ja. Die krijgen signalen binnen van... hé, hey, doe eens even rustig aan, want... Ja, uh, nou, wacht even. En, <laughs> uh, ik, ik, ik wil wel vaker zeggen... ik wil wel meer met psychologen praten ja. Het is vanuit een mens als risicomijdend wezen... Ja. natuurlijk ook heel logisch dat je zegt... Uh, uh, je hebt wat gezegd, het is gezegd, in slecht Nederlands... maar uh, liever fouten maken aan de kant van voorzichtigheid. Ja. Hè? Cause on the side of... Uh, nee, mm -hmm. on the side of caution. Ja. Want als ik nou te hard ga en ik heb het verkeerd ingeschat, dan haal ik het einde niet. Ja. Terwijl, als ik nou iets te zacht ga en ik zie dat ik nog wat heb, dan geef ik het dan wel. Ja. Nee, dus ik ben helemaal mee eens dat je daar wellicht niet diep genoeg gaat. Want je, maar, je, maar, maar, maar je weet het natuurlijk niet in het hier en nu. Want je, je denkt alleen maar, ja, de risicoafweging. Ik kan twee fouten maken. Ik kan te langzaam gaan, te hard. Maar als ik te hard ga dadelijk, finish niet. En er is niks ergers dan dat. Toch? <laughs> nee, ja, 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 ja. Er zijn weinig uh, mensen waar je zegt: Jeetje, Ja, ik moest uitstappen. Ik was gewoon te hard verstaan. Ja, dat, dat, dat doe je als, jongen, als kind van acht. Kan dat gebeuren. Maar nee, maar dat, dat zit daar uh, ingebakken. Alleen men is het er ook wel over eens dat die rem wel heel strak staat afgesteld. Ja, ja die staat te strak. Ja. Hè? En dat het wel heel voorzichtig is. En dat je best en wel heeft eens. Heb er iemand al onderzocht? Ja, daar hebben we het natuurlijk ook wel in de podcast over gehad met, met hazen en lampjes. Maar ja. hoe kan je die remmen uh, foppen, ja, het, doortrappen? Het, uh, toch? Uh, is ja. dat puur wilskracht? Ja. Motivatie. Wilskracht motivatie is zeer belangrijk. En dan kan je op allerlei manieren hebben ze natuurlijk. Ja, kan je die trucken. In studies, inderdaad. Gedaan. Tegenstanders net, ja. net even iets harder laten gaan. Terwijl je tegen iemand zegt. Ja, maar, maar dat is dus allemaal mentaal. Alle interventies ja. die daar zitten. klopt. Je echt in dat mentale. sportpsychologische stuk. Beloningstudies, waarbij ja. ze zeggen. je krijgt uh, zoveel. Uh, je 100 euro als jij. Ja, als je ja. het volhoudt. Duwt, ja. dat, dat experiment met het. wat is het? Die knal. He, dat als ja. mensen willen opgeven, stoot adrenaline erin. Ja. En uh, dat ze dan toch weer door kunnen. En, en eigenlijk, we hebben het ook gehad met de hersenstimulatie. Die probeert het ook op die manier. Dus door, door de motivatie op de een of andere manier. En niet te vergeten, koffie hè. Ja. Koffie die de prikkel van vermoeidheid ja. niet goed doorgeeft Klopt. aan de hersens. Ja. ja. Vind ik toch ook altijd Dus misschien met allerlei amfetamines. Ja, dan, dan gaat het <laughs> dan een dan beetje we weer in de eraan. Dus ja. Het geeft wel aan, daar zit het tenminste. min. Dus, maar we weten nog eigenlijk helemaal niet goed... welke hersengebieden zijn dat precies? En, en hoe kun je die manipuleren? Maar als jij die rem gewoon wat losser kan krijgen... deels is dat denk ik ook ja. aanleg. Ja. De ene uh, mens is misschien wat meer... in de grondhouding. Ja, 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 dan, ja, ja, dan ja. de andere. En topatleten durven misschien wat meer. De echte ja. toppers. Ja. Uh, en een kwestie toch van leren en doen... Daar grappig. geloof ik echt wel in. Wat jij nu zegt, daar moet ik ook aan denken. Dat heb ik natuurlijk wel. Toen in de aflevering over Renkum zat het in het bonusmateriaal. In mijn voorbeschouwing had ik ook door. Ik denk, als jij bij me in de buurt komt, dan moet ik jou mentaal knakken. Hmm. Dus <laughs> ik had ook het plan. Dan moet ik gewoon even heel onevenrattig een berg op. Ja, ja, dat jij denkt, ja, maar dit kan ja. niet. Dit ja. gaan we niet zo doen. Hij heeft, <laughs> hij heeft op me gewacht en, ja, en nu precies. gaat het even door. Ja. Toch? Ja, maar het is Ja, dus ja dat zou mentaal. mooi zijn als je naar achterom kijkt. Ah, ben je daar? Nou, ik wou even weten of alles goed <laughs> met je was, maar... Daar ga ik nu niet meer door. Dat is allemaal fake. Ja, ja. Maar toch, dat hoor je toch ook allemaal van die renners. Over inderdaad dat je niet laat zien nee tegenstander dat je moe bent in het ja. peloton. En dat ja. je zit te faken. Of, of juist zit te faken dat je wel moe ja. bent. Nou, in ja. dit geval. Uh, ik heb bij Hassan toen die bij die 10 kilometer laatste race over de was toch wel heel serieus. <laughs> ja. Dus ik denk, kan je ook faken. Maar ik geloof de mensen die echt zoals jij naar Renkum op de grond moeten gaan liggen. Ja, die, uh, ja, die zijn toch dieper gegaan. Ja. Sowieso. Maar de vraag ik ga, is. Ik ga dan wat uh, diep, maar pas in de laatste 800 ja, meter. Precies. Dus dat ik had ik je piek, al eerder... piekdiep. Ja. 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 Nou, je kan dat in trainingen, denk ik, ook wel. Kijk, ja, maar dat is tot slot. Hè, we gaan boos. zo even aan Guido vragen of hij daar nog uh, met zijn atleten. Ja. Hij heeft goud gewonnen met Jetse Plat en met Anneterra, ja, tweede van de wereld goed. mountainbike. Ja. Dus wat, wat geeft hij hen mee? Maar. Als wij van deze Olympische zomer en deze races wat willen leren, dan hoor ik eigenlijk een paar dingen. Eén, je rem staat strak afgesteld. Ja. Dus verzin maar alles wat je kan om daar doorheen te duwen. En twee, hoe vlakker, hoe beter. Toch? Toch, ja. Kortom, maar nee, want daar wil ik nog een aanvulling. En dan heb ik een recent artikel uit Amsterdam gevonden. Ja. Van Jos de Koning. Jos de Koning is de deels de uitvinder van de klapschaats. Maar een man die ook heel veel met pacing uh, doet en weet, die uh, moet het maar ook bij uh, Sportlabse Doc aanwezig was bij die hittekamer. Die, heeft leuk, die doet echt leuk onderzoek, vind ik wat dat betreft, want die hem viel het valt het op, zoals jou ook opviel van die kleine variaties. Als jij, tempo ja, in de als race, jij ja. gaat lopen of uh, toppers gaan lopen en ze zeggen. Nou, ik ga gewoon misschien in een training 10 kilometer en proberen strak tempo. Zit er altijd wel variatie in. Dan kan, zou je zeggen, ja, nee, je moet meer oefenen om straks te dat krijgen. Dat het lag aan de GPS. Maar, ja. <laughs> maar uh, hij zei, ja, dit zit dus gewoon ingebakken in de manier waarop ook goed getrainde atleten uh, hun race indelen en hun tempo bepalen. Dus hij zei, wat zou dat een functie hebben? Wat hij gedaan heeft, hij heeft een groep uh, nou, goed getrainde naar het lab laten komen, dan uh, op de fiets gezet en dan gekeken naar die variaties. En toen gedacht, oké, okay, dan, uh, dan gaan we eigenlijk uh, twee dingen doen. Wij uh, gaan het gemiddelde gewoon bepalen en dan laten we, ja, het, eigenlijk stellen we de fiets zo in dat zij niet meer die variaties hebben, maar continu een gemiddeld vermogen moeten trappen, mm -hmm. of we geven die variaties mee en die vergroten we een beetje extra uit, dus niet extreem dat je van hard zacht, maar gewoon echt bewust wat toedienen. Dan mm -hmm. nou, op die manier kan je gecontroleerd kijken wat doen die microvariaties ten opzichte van een echt totaal vlak schema. Mm -hmm. En dan ging, nou, ging je kijken eigenlijk naar hartslag, ademhaling. Uh, lactaat, noem maar op. En daar verschilde tussen die twee helemaal niks. Maar als hij de RPE ging vragen, dus de. de rate Ho, of hoe de zwaar vond je dat? Ja, ja. Dan vonden ze dat met die, het vlakke schema net even. Het scheelt allemaal niet veel. Het was uh, volgens mij op de schaal van, van 0 tot 10 kwamen ze dan gemiddeld uit op, op 6. En de ene was misschien 5,7 en de andere was 6,2. Mm -hmm. Maar het was significant. Dus zij vonden dat vervelender. Of zwaarder als het tempo vlak te helemaal vlak was. Dan dat er nou, wat kleine variaties in zaten, zaten. Dus misschien, ja. Dus er is een psychologisch ja, effect. Als ik met van mijn boerenverstand jij... uh, daarnaar luister en dat dan projecteer op mijn eigen hoge inspanning, dan herken ik dat meteen. Want mijn hartslag of mijn diepgaan mm -hmm. is ook niet strak als een snaar. Ja. Dus ik ben het de hele tijd natuurlijk zelf ook aan het kalibreren. Ja. Ja. Of het terrein verandert, nou dat zou je op een ja. atletiekbaan niet hebben. Maar hè, dat je de hele tijd zoekt, oeh. Nu, uh, dit is even zwaar. Even, ja, even een halve minuut ja. even wat adem pakken. Oh, ja. nu kan ik wel weer. Ja. Even weer erbij. Ja. Dat, dat, dit voelt eigenlijk heel natuurlijk. Ja, dus dit is gewoon in het lab. Maar dan ja. heb je gewoon inderdaad continu die, die afweging. Ja. Is dit tempo, hou ik dit nog nou ja, tot het einde vol? Ja. Of nou, kan, ik, ik, kan nog ik nog een stukje een tweede halen? voorstellen? Ja. In die testsetting is natuurlijk op het moment dat je af en toe even haplucht kan pakken, af en toe wat dieper gaat, ja. voelt alsof je meer controle hebt dan als iets. Continu ja, doortrekken, of je ja, nou wil of niet. Ja, ja. ja het, waarschijnlijk zit dat. Uh, die, die twee dingen spelen er doorheen. Ja. En dus ja, controle is belangrijk en een beetje inderdaad, uh, nou bewust. Ja, het is wel heel fijn als je nog een versnellingje af en toe tussenversnelling ja. kan plaatsen. Ja, 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 ja. En dat is uh, ja waarschijnlijk uh, wat, wat er gaat. Dus, dus ik denk dat het vlakke moeten we niet zeggen dat het totaal vlak beter is. Nee. Dat zal mentaal. Uh, tenzij, ja, nou ja, goed. Nou, we we zullen het zien. We, we, we het zien dus eigenlijk houden. ook, dat is toch even concreet ten opzichte van die vorige aflevering: die, die negative split. Ja. Wat iedereen zo fantastisch vindt. Dat is een soort, soort heilige ja. raad. Dat is natuurlijk de ultieme controle. Ja. Maar dat is dan eigenlijk ook. Nee, ja, het wat is, fijn. Het is heel fijn voor jezelf. Dat je denkt race al goed opgebouwd, niet te hard begonnen. Ja, maar als jij na het ja. einde van je race steeds nee. harder kan, dan ben je toch gewoon niet hard genoeg gestart. Ja, tenzij je natuurlijk zegt: oké, okay, uh, ik, ik, ik doe het omdat ik fijn vind om met een hele groep te lopen. Ja. Met ook wat de mindere broeders daartussen. Ja, ja. En dat je die op een gegeven moment ja. achter je laat. En dat je dan denkt: Nou, hé, dan zijn we mooi met z'n allen. Kipchoger model. Ja. ja. Nou, nou ja, jongens, ik ga. Uh, Toedelen ook. Ja. Ja. Mooi, leuk. Ja. Interessant. Ik zit toch nog even te knagen. Maar ik denk ik moet nog even naar Guido luisteren. Of die nog zijn atleet iets meegeeft. En verder is gewoon: uh, Het is harder dan je hebben kan. Zeker. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Guido. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er uh, weer bent deze ochtend. We hebben het uh, met elkaar over uh, pacingstrategieën, oftewel indelen van het tempo over de tijd. Mede naar aanleiding van een aantal dingen die Jurgen is opgevallen bij de Olympische Spelen uh, in Tokio, bij de marathon, bij de races van Sivan Hassan. En dan dachten we toch maar even met onze winnende topcoach bellen om te kijken wat zijn laatste inzichten zijn over hoe hij zijn winnaars en winnaressen op pad stuurt. Een paar weken terug uh, waren we met jou aan het bellen over Anne Terfstra, die tweede werd op het WK. Jetsen platpakte goud. Heb jij nog uh, nieuwe inzichten over uh, waar je hun mee op pad stuurt aan de hand van pacing? Hard starten, rustig starten, versnellen, negative split. Wat is jouw favoriete indeling? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan uh, welke races we gaan rijden. Bij Jets hebben we natuurlijk wat verschillende races. Ja, we hebben de, de, de tijdrit en uh, de wegwedstrijd. Um, en die tijdrit, die, die, uh, daar kan ook nog wel eens verschillend zijn. In Tokio uh, is de tijdrit heuveltje op, heuveltje af, heuveltje op, heuveltje af. Terwijl uh, andere tijdritten, zoals het, uh, het WK bijvoorbeeld Oostende, dat is gewoon één lange rechte weg, vlak, en dan aan het eind omdraaien en weer terug. Daar is weinig pacing aan, want daar, daar stuur ik hem eigenlijk met een um, bepaald doelvermogen en dat moet je blijven duwen. In Tokio daarentegen, dat hebben we ook gezien bij de Olympische Spelen, eh, dat Fuji Speedway Parcours, dat gaat op en af. Hè. Daar zitten ook stukken van 10% stijging in. En daarna gaat het weer net zo hard omlaag. Dus daar is wel pacing. Eh, eigenlijk gaat hij daar omlaag met nou ja, misschien wel iets onder de 200 watt. Hoeft hij niet voluit door te duwen. Maar daarentegen, die berg op, die moet hij wel met 300 watt duwen. Dus daar zit een duidelijk verschil in. Van bergop gaat hij met 300 watt. En bergaf gaat hij met minder dan 200 watt. Ah, en dat betekent dat hij met die 300 watt. Dan snoept hij wel even uit die anaerobe tank, dus. Ja, ja maar niet zoveel dat hij zeg maar leeg gaat. Weet je, dan in die afdaling, het zijn hele korte uh, beklimmingen. Ik denk dat het uh, nou ja, twee minuten max ongeveer zijn. ze... Uh, in lengte, tijdlengte. En in de afdaling vult die anaerobe tank weer. Hè? Dus dan is het voor de volgende keer. ...is die weer vol en dan kan die hem weer. En maar dan zeg jij en dan... Dus je krijgt eigenlijk een soort leeg trekken en weer vullen. Leeg trekken en weer vullen. En zo gaat dat door. En dan mag hij dan het laatste stuk... ...als hij bijvoorbeeld nog twee kilometer te gaan heeft... ...dan mag hij helemaal extra die eindsprint... ...om die tank helemaal leeg te trekken. Ja, ja, ja. In principe zou je dat dan zeg maar helemaal leeg willen hebben. Dat je eigenlijk op de laatste meter eigenlijk denkt... ...wow, dit was het. Bam, klaar, leeg. Ja. Hmm. Wil, ik, wil ik twee dingen even bij je toetsen, Guido, die ik ook wel eens gehoord heb. Even kijken jij ja, het eerste, en het, ja, dat heb je eigenlijk net al gezegd, maar dan, dan toch even van jou nog een keer horen waarom dat niet zo is. Ik ben wel eens een atleet tegengekomen die, die overtuigd was van de vermogensmeter. En die zei. Nee. De truc is, je moet bij wind tegen of, of inderdaad een klim, zorgen dat je op hetzelfde vermogen blijft. En maar, zei deze atleet, dan is de winst dat je bij wind mee of heuvel af. Dan gaan heel veel andere atleten laten zich dan hè, de, de, uitrusten. Dan moet je ook die 250 blijven trappen, want dan pak je echt die winst. Nee. Nu ik dit vraag, denk ik, volgens mij heb ik dit al wel eens eerder even voorgelegd. Want dan zeg jij, dat is onzin, want bij die meer wind tegen downhill, dan uh, ben je vermogens aan het verspillen, of niet? Ja, 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 dat klopt. Want je gaat namelijk het verlies wat je als je het vermogen lekker stabiel houdt. Hè, laat je de hele tijd 250 watt blijft rijden. Ook al is het bergop of bergaf, als je dat kan. Ga je verliezen bergop. En dat ver, het verlies ga je niet meer um, goedmaken in de bergaf. Um, misschien is het. Stel dat je twee kilometer bergop rijdt en twee kilometer bergaf. Dan is de tijd dat je die twee kilometer bergop rijdt natuurlijk veel langer. Dan dat de tijd dat je die twee kilometer bergaf rijdt. Dus dat is maar een klein stukje dat je weer terug kunt pakken. En het is veel minder winst, hoger weer. Je kunt veel beter in die klim meer vermogen erin stoppen. Waardoor je dus in de afdaling wel iets laat liggen, maar veel minder dan dat je gelijk zou rijden. Dus per saldo win je. Ja. Nou, dat vind ik dan toch mooi even hier uh, ja. opgehelderd. Probeer het maar uit. Ga maar ergens een berg op en af rijden met hetzelfde vermogen. Of je gaat diezelfde uh, berg op met uh, 50 wat meer en berg af 50 wat minder. Ja. Ja. Nu die wegwedstrijd van Jetsen. Want dan heeft hij tegenstanders. Ja. Wat, uh, wat ja. is dan zijn tactiek? Uh, hangen blijven in het midden. Ja? Zeker in het begin. Weet je? Dus, uh, die groep, laat de groep blijf in de groep. Let gewoon op wat er gebeurt. Uh, laat je niet ergens uh, in, de, uh, in de tang nemen, zoals het ook gewoon bij wiel wielrennen, gewoon wielrennen, heb je dat ook ja, dan moet je ook opletten waar je zit. Um, reageer gewoon als er uh, belangrijke mensen hè, Thomas Fruwer, die is een goede uh, rider, die houdt hij wel in de gaten. Uh, als die weg zou gaan, dan gaat hij achteraan. ...blijft alles in een groepje... ...dan denkt hij ook, ja weet je... ...jongens... Uh, ...ik vind het prima, ik heb hier de sterkste sprint... ...dus... Um, uh, ...jullie moeten het doen... Ik, vind, ik, ...ik rij wel lekker mee. Op een gegeven moment zal hij ook wel merken... ...want er zit, het zijn ook weer rondjes... ...en er zit ook weer eens in die klim in. Ja. Uh, ik heb in ieder geval gezegd... ...dat eerste half uur ga je niet aan de, ga je niet aan de boom schudden. Hè? Dus ga je niet denken van... ...weet je, ik ga eens even kijken hoe iedereen ervoor staat... ...dan trek ik alles, aan, uh, alles los... Want dan op een gegeven moment is hij misschien los. En dan denk je, ja kak, ik moet nog drie kwartier alleen rijden. Ja, ja. Dat, dat is niet handig. Want dan heb je het probleem dat je jezelf eigenlijk gewoon over de kop rijdt. En dan komt de hele groep misschien nog wel terug. Dus lang blijven zitten. En op een gegeven moment, misschien in het laatste kwartier. Dan zal hij wel merken van, oh iedereen is hier wel een beetje uh, op, uh, hè, op, zijn laatste, uh, <laughs> op zijn laatste energie aan het rijden. Ik ga nu eens even flink... ...hard omhoog trekken deze beklimming... ...en dan kijken wat er gebeurt. Als de tand zeg maar, ontploft en hij is los... Ja, ...dan rijdt hij denk ik heel hard door naar, uh, naar de finish... ...en dan uh, uh, blijft hij denk ik met één of uh, anderhalve minuut voor... ...en dan uh, rijdt hij zo naar de volgende gouden. Ja. Ja, ja, maar een... Jets is niet van de Sivan Hassan tactiek... Hè? ...gewoon uh, het op een eindsprint laten aankomen. Um, dat, dat ligt er, een ligt er bij, bij dit parcours... Denk ik het niet. Ja. Want daar zijn te veel mogelijkheden om het eerder uh, te pakken. Hè. Weet je, je kunt namelijk op weg terug in, uh, in zo'n laatste ronde bijvoorbeeld, heb je heel veel klimmetjes. En dan kan net als Van der Poel, dan denk ik, bam, nu ga ik. En dan rijd ik hem door. Want nu uh, heb ik de mogelijkheid om iedereen eraf te rijden. Uh, bij een en, en dan moet je mee, wil je zeggen. Dan, dan, he, als je nou ja. even niet die van de Poel bent of die Jetze plat die de sterkste is, dan als zoiets gebeurt, dan moet je gewoon mee. Want anders heb je daar verloren. Ja. Ja, 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 want hij is um, um, op een gewone parcours heeft hij wel heel veel concurrentie van die andere gasten. He, die zijn ook snel, maar door die, beklimming, die beklimmingen die erin zitten, die korte, harde beklimmingen, hij heeft alle roepvermogen veel meer dan de rest. Dus hij kan gewoon echt een snok geven. Ja. Cool. Dus het, het hangt ook nogal van het parcours af en welke wedstrijd. Want het leuke is natuurlijk, als dit, dit wordt dit wordt dan gezonden, dan weten we gewoon hoe het gegaan is. Je hebt dus... nu over deze aflevering, ja. ja we nemen dit iets eerder op, ja. D dus dat is wel uh, ja. leuk hoe, uh, en of we achteraf deze, het klopt wat jij hier kunnen we het uh, plan checken. bespiegelt. Ja. Ja, 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 ik ben... Denk ik. Nog even, Anne, jij, jij meldde al een keer eerder, kan ik me zo herinneren, dat zij niet super explosief kan starten? Ja, ja. daar moet je dan rekening mee houden. Wat betekent dat voor haar tactiek? Of voor de, ja, haar pacingplan? Het, 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 het. Ja. En, bij sommige wedstrijden... Hè, de parcourskennis is natuurlijk essentieel. Afgelopen WK was in Val di Sole... hebben dus ze altijd zo'n aanloopronde... en dan gaan ze de echte rondes uh, vijf keer rijden. Daar zat een hele steile klim na... dat ze door de finish zeg maar, komen... en weer de volgende ronde in. En dat daar... Dat is eigenlijk net, sommige klimmen zijn dan weer net iets te stijl voor haar, waar anderen dus harder omhoog rijden. En dat zijn van die stukken, daar, ja, daar moet ze dan proberen goed in de, in de wedstrijd te zitten. Soms kun je ook proberen uh, voorop te zitten, zodat anderen maar nou ja, in ieder geval om je heen moeten. En dan uh, kijken maar of, ze dat, of, de, of ze dat lukt. En anders moet je niet te veel, uh, veel afstand verliezen op degene die daar voorop liggen. Wat je dan ziet is wel dat ze steeds op de, op, de, op, de, op, de, op de moeilijkere stukken technisch en waar ze goed kan klimmen, op een langdurig tempo, daar pakt ze het dan wel weer terug. Want haar, tem, haar um, kracht zit nu zeg maar niet zozeer in het allerobe vermogen gebied, maar dat zit meer op het VO2 max gebied. Dat zit eigenlijk ietsjes, ietsjes boven de drempel, maar niet... Veel erboven, wat kort en, en, en vaak gedaan kan worden. Maar VO2 max, daar zit ze heel hoog en dat kansen bijvoorbeeld, dat zijn nou ja, stukken van 2, 3, 4, 5 minuten en niet van 30 seconden of 60 seconden. Maar dat, dat is, is dan een een eigenlijk verschil. precies, we hadden het in deze aflevering over het verschil tussen pacing en tactiek. En wat je hieruit beschrijft van Anne Terpstra... is dus dat die, die moet dus een tactische keuze maken om de pacingstrategie vol te houden. Die moet namelijk dan in het begin even de bubs laten gaan. Om te zorgen dat ze daarna ja. op haar harde, consistente tempo terug kan komen. Lijkt me wel heel moeilijk. Ja, dat, kan. Ja, dat is ook heel lastig. Eigenlijk wil ze dat helemaal niet. Want zij vindt, weet je, ze, kan, ze is ook niet heel slecht daarin. Maar anderen zijn er beter in. Dat is eigenlijk het probleem. Maar anderen zijn daar gewoon beter in. Die hebben net iets meer explosiviteit. Dus die trekken altijd iets harder door. Ja. En, maar dat, ja, dat heeft ja, ze ja, dat, moeten leren, ik denk ik. Kort... Dat, dat ze dat nou, moet hebben ja, leren. In het begin zal ze mee zijn gegaan met anderen en gedacht ja ik uh, ik dat wil was... het niet lossen of, ja. Uh, ja maar als je kijkt naar Anne en je zou teruggaan vijf jaar terug voordat ze bij mij begon een beetje dan deed ze altijd gewoon bam ik moet mee ik moet mee en dan was het vaak dat ze zich opblies en we hebben daar natuurlijk veel aan ook gewerkt en het is ondertussen veel beter geworden alles is beter geworden maar nog niet ja, eigenlijk wil ik nog steeds wel in zo'n winter met krachttraining dat je nog iets explosiever bent om dat nog ietsje sterker te maken zodat eigenlijk dat ook een wapen wordt. Ja, ja mooi. En dan hangt het dus van elk parcours eigenlijk af van tevoren ja. goed kijken en dan inschatten al, ah, daar ga je wat verliezen, maar daar kan je weer winnen. Ja. In die zin is ja. het natuurlijk veel complexer dan gewoon uh, een atletiekwedstrijd op een baan. Pof, en de, de baan is altijd gewoon, ja. Ja, het gewoon, uh, ja. Ja, er is, altijd, is altijd diezelfde baan. gaat altijd hetzelfde rondje. En bij mountainbiken, en dan hebben we ook nog bij mountainbiken dat het weer, hè. Weet je, bij altijd, die kan het wel regenen, maar dan wordt niet ineens de hele baan glad. Of je moet andere banden, dat, dat geneuzel allemaal. Want dat is ook wel, je ziet, Anne is gewoon niet zo goed in slecht weer. Met modderparcoursen, ze, ze hebben ze gewoon meer moeite. Ze is niet zo'n veldrijdster. Nee, nee. Hier wil ik Leuk. nog één uh, belangrijke tussenconclusie van onze aflevering bij je toetsen, Guido. Ik ben heel benieuwd wat jij zegt. Wij kwamen langzaam op de stelling uit: als je nog puf hebt voor een eindsprint, ben je niet hard genoeg gegaan. Eens of oneens? Oneens. <laughs> oh, hmm. Wa waarom? <laughs> nou, die eindsprint, dat is eigenlijk, weet je, dat is, dat is je uh, dan hebben we het wel over een eindsprint van vijf seconden. Nee, ja, heilig. precies. De laatste poef. Maar ik vertelde bijvoorbeeld, ik kan vaak, eh, als ik die finishboog ruik, als ik dat bordje laatste kilometer eh, zie, da dan valt er iets van me af en dan kan ik toch nog een blikje opentrekken. Ja. Waarvan ik ook zelf al denk: hmm, Dus een eindsprint van een kilometer, hè? Hebben we het over 500 meter. Ja, dus geen vijf seconden. Nee, 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 nee precies. <laughs> nee. Ja, maar dan heb je dus nog best wel veel over. Ja. Ja. Weet je, dan zit er nog best wel veel in en dan heb, heb je waarschijnlijk. Ja, wel een beetje daarvoor toch een beetje reserve gehouden. Ja. Dat je dacht van... Ik Helemaal niet het mee eens. Nog goed door moet pushen. En de vraag is, meneer de topcoach... Hoe kunnen we dat blikje nou beter uitsmeren? Hoe kunnen we die grens nou eerder optrekken? Ja, dat is durven in zo'n wedstrijd. Ook denk ja weet je, ik wil niet die reserve nog aanhouden. Ik ga nu proberen... Toch iets harder door te pushen met het risico dat ik toch iets te veel opblaas en uh, um, mezelf uh, helemaal de, de, de das om doe. Um, maar anders kom je er niet achter. Nee. Ja. Moet je dat misschien een keer ervaren, zit ik nu te denken? Kijk, want het overkomt je, zeg ik in het algemeen, het mij in ieder geval, eigenlijk nooit toch dat je het finish niet haalt. Weet je het wel, schat, je, dat je echt opgeblazen nee. bent? Nee. nee, dus wij zijn nee. een beetje scheiders gewoon, denk ik. Dus die, die grens het, kennen we natuurlijk is, helemaal het is, niet. Het is, het is wel een beetje de angst, zeg maar, om helemaal kapot te gaan. Ja, ja. He, je, ik, ik, de meesten hebben, ja, ik heb dat zelf ook wel, een beetje zo'n interne rem. Die denk je, denkt, ja, gast, uh, ik hoef niet te kotsen. Uh, Ga maar even zelf wat rustiger, want dat is ook goed. Daar kom je ook wel dan denk, Terwijl anderen, die zie je, denk die, je, die kunnen zo diep gaan. Dan die denk ik, nou, die zijn. Die, die gaat over drie minuten, gaat hij helemaal kapot. En terwijl ze dan tien minuten later nog steeds op hetzelfde niveau doorgaan, ja. te, en kotsend over de finish. Ja. Ja. Daar, daar zit zo'n interne rem op. Die, en, en de anderen hebben dat niet. Die kunnen echt gewoon doorgaan. En die moet je soms ook wel wat meer beschermen tegen zichzelf. Want als ze dat te vaak doen, ja, dan breek je op een gegeven moment ook meer af dan, dan je lief is. Maar in, in, een, in een bepaalde wedstrijd die gaan die wel tot het gaatje. En die atleten heb jij ook. Die ken jij ook. Die heb je onder je hoede. Ja. Ja, 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 dat, weet je, die, als je in de, in de top er, daar presteert, dan kun je dit. Dan ben je niet iemand die al eerder aan de rem trekt en denkt, oh, wow, ik vind dit ook wel goed. Dus die <laughs> hebben die rem gewoon niet, ofwel heel, uh, helemaal niet strak staan zoals uh, als wij, ja. Dus nee, dat is uh, nee, deels, nee, uh, deels aangeboren en deels misschien een beetje getraind, door af en toe eens op te zoeken van hoe diep kan ik gaan tijdens de race, ja. zeg maar, en dan, ja. Ja, 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 ja. Weet je, het is een beetje ook uh, aftasten van, nou ja, hoe ver kan ik gaan? En dat heb je ook wel eens met trainingen, hè? van die trainingen, dat je uh, 60 seconden, 30 seconden echt volle bak en dat tien keer achter elkaar moet. Dat je na drie keer denkt: God, ik kan echt, ik word er al misselijk ervan, en dan toch doorgaan. Is, dat, het, is het dan, ik zit nu een dingen. beetje hard op na te denken hoor, maar is het dan de moeite waard om wat vaker, uh, hoe, hoe noemde je het nou, push to exhaustion, om, om helemaal die uitputting op te zoeken? Een exhaustion test ofzo, ja. Ja, 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 je mag best, weet je, ik heb best wel eens trainingen erin staan bij mensen, dat zullen veel mensen ook wel herkennen. ehm uh, um, dat, je, dat ik denk, nou ja, ik weet niet of ze dit gaan halen. Hè? Of ze dan tien herhalingen van dit soort dingen gaan halen. Maar oké, okay, het zal er niet ver vanaf liggen. En als het acht zijn, ben ik, vind ik het ook prima. En dan staat er vaak in de commentaren dan ook van ja, ik moest er wel even een emmertje bij zetten. Ja, 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 ja maar dan weet ik wel. Weet je, dan heb je het wel eruit gehaald wat erin zit. Um, en of je er dan tien hebt gehaald of maar acht... ...dan is het gewoon... ...op dat moment heb je dus gewoon het beste eruit gehaald... ...wat erin zat. En dat mag best af en toe een keer hè? Je, je hoeft niet altijd zeggen... Ah, ...weet je, je hoeft, moet niet nooit tot de max gaan. Ja. Nee. Om dus nee. die grens Precies. ook te leren kennen... ...waar ja. die dan ligt. Ja. En uh, onderweg te denken... ...ik ben er nog lang niet. kan er dus nog een, ja. een, een tandje dieper. Volgende... Ja, 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 ja. Weet je, als je niet weet hoe ver je kunt gaan... ...dan zul je ook altijd... ...ja, dan denk ik... Zit ik, kan ik nog wel door of kan ik niet door? Hè? Kan het nog een stapje bij of kan ik niet nog een stapje erbij zetten? Ja. Dus de volgende keer dus moet, bij een triathlon uh, stap jij uit wel met opgeven. hoofd en, jongens... Ja. Ik, uh, Anderhalve uh, kilometer voor de finish. Ja, het uh, is, uh, is gewoon uh, leeg, maar, maar ik heb op. wel... Uh, alles ja, gegeven. Alles gegeven, zeker. Ja. Nou ja, weet je als, je, als je in die triathlon en je moest uh, vijf kilometer lopen... en je gaat, naar, uh, je gaat meteen vol aan, aan de slag. Uh, vol tempo. En um, na drie kilometer ja, is het denk ik, is het helemaal op. Meestal is het, als je dan één minuut gewandeld hebt, dan gaat het wel weer. Ja, ja. En dan ben je is, misschien per saldo leuk. nog wat ja. sneller dan ja. als je rustig aangestart was. Ja. Ja. Het ja. zou kunnen. Ja. Ja. Ik vind het wel een mooi experiment voor je. Ja. Ik ga het maar eens even doen, denk ik. Nou, Goeie tip, <laughs> ja. Guido. Dankjewel. Ja. 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 Dank je ja. wel. Maar Dank. dan komen we toch, deze is de cirkel helemaal rond deze aflevering. Bij mijn jonge hondenstrategie. Gewoon vol gas erin vliegen ja. en maar kijken hoe we we ja. komen. Ja, ja dat, uh, al die ja, wijsheid. Ja, dat ik, ik denk dat dan dat interne stemmetje bij je dan wel komt. Van je gered, doe even normaal, doe eens rustig. He, wat je dan eerder hebt die je gaat remmen, nou, die moet je dan overrulen. Ja. En die zeggen, ja, en nu niet. Vandaag ga ik volle bak. Ja, dan zeg ik, ik ben de jonge hond. We doen even een wetenschappelijk <laughs> ja. experiment voor de podcast, ja. zeg ik dan. Ja, ja. precies. Ja, ja dus dat vind ik wel, nou, wel leuk. Mo mooie, mooie aanvullingen. Dank voor dit inkijkje weer, uh, Guido. En uh, dank aan alle kijkers en luisteraars dat jullie deze hele aflevering weer uh, bijna tot het einde hebben verbracht. We hebben nog één ding op de agenda. Even uitleggen voor al die mensen die nieuw zijn. Hoe, hoe kan je nou in gesprek met de slimme, presteren podcast? Kan op drie manieren. Jurgen, weet je het al? Ja, ja. Social media, media, hè? Ja, Twitter en Instagram ja. zijn we te vinden op uh, de @slimmerpodcast. Daar vind je van iedere aflevering een post. Die kan je retweeten, delen, doorsturen naar iedereen die je wil. Of, nog makkelijker, je gaat naar onze website. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een pagina met een link die je door kan sturen naar uh, mensen... voor wie uh, die misschien ook wel wat beter zouden willen pacen in hun wedstrijden. Die uh, met veel plezier naar de... Olympische Spelen hebben gekeken. Of uh, nou ja, waarom het ook maar interessant kan zijn. Of je kan ons mailen met al je vragen, opmerkingen en aanvullingen... via post.slimmerpodcast.nl En uh, we kijken uit naar je bericht. We zijn er weer doorheen voor deze week vrijdag. We zijn er volgende week vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Guido, dankjewel. Graag gedaan. Juk Tot volgende week. Tot volgende week. Yo, hoi hoi.